Weer valt november over het winterskind. Ik zing de balladen van leven en dood. Een teer dingetje. Hij wilde daar bij die duiven, daar is hij al in de kooi geweest. En die deden hem niets. Die tolereerden hem volmaakt. En toen ging hij bij dit kooi zitten. Hij wilde weer terug in de kooi. Ik begreep hem niet voldoende. Ik begreep hem wel, maar ik denk, ach, het kan nog wel. Maar hij zocht veiligheid in die kooi. En een uur later was hij weer door me doodgepikt. Hij wist het. Hij ging daarbij zitten, baas zet me in de kooi. Want daar voel ik me schuldig om je uit. Onachtzaamheid. Hè. Je wordt altijd afgestraft in het leven. Deze waren schattig voor mijn koekoentje. Zo'n klein torteltje. Zo'n beige kleurig Turks torteltje. Het was 1945. Ik was enkele weken bevrijd door het Amerikaanse leger uit Duitse gevangenschap. Hoewel ik ondergedoken zat bij een boer, maar die mij chanteerde tot werken. Eindelijk in het bevrijde België beland, wandelend in het voorjaar op het Quai du Nord, kwam er een kleine dame op me af en vroeg mij: bent u fatigué? Ik zeg: nee, ik ben Viret. Oh, gezet in een Hollander, sprak ze in rap Vlaams. En zei en vertelde en verklaarde mij dat fatigué geen naam was, maar ze bedoelde of ik moe was, tired, moe. Zijt gij moe? Nee, zei ik, en ook geen pa. Enfin, ze nam me mee. Wat bleek, ze dacht dat ik een beetje moe was en wilde mij bij haar thuis. Ze had een hoedenwinkel, hoedenatelier. En aan haar man voorstellen, het was gewoon een bona fide zaak hoor. Een vriendelijk gebaar van een Belgisch madameke. Een hoedemaakster dus. Een hoede, ja. Even later zat ik met een grote tas café en een Vlaamse koek in mijn hand. En genoot daarvan in een kleine salon de chapeau. Het hoedenwinkeltje. Maar ik wist nog niet wat mij boven mijn hoofd hing. Ik had nog niet door dat deze kleine, vriendelijke dame een koppelaarster was. En dat zij mij ergens aan wilde parenteren. Plots vroeg ze me naar het nuttigen van de koffie. Of ik idee had en interesse had om kennis te maken met een vriendin van haar. Ik vroeg om welke reden. Nou, uw voorkomen en zoals ik u zag, lijkt u een geschikte partner om eens om te gaan met een beschaafde, hoogadelijke vriendin van mij, een jeugdige baronesse uit Brussel. Als gij dan daartoe lust voelt, komt u dan om 11:30 zondag aanstaande bij mij in het winkeltje, in de salon, drink een kop koffie en dan zal ik u aan mijn vriendin, helaas ben ik haar naam vergeten, van deze jonge beeldschone baronesse. En om 11:30 was ik daar dus des zondags daaraan belendend. En daar zat ik weer achter een enorme Vlaamse tas café en een Vlaamse koek. Maar tot mijn verbazing even later nog stond daar een schitterende auto voor de deur. Het was geen Rolls Royce. Het was niet een oud Hollandse spijker, maar het was een Spano Suiza. Dat was een beroemde auto van voor de oorlog. Een samenwerking van de Zwitserse en Spaanse autofabrikanten. Maar wat nog interessanter was, even later trad er een portier, een chauffeur met goud galon, schitterend, uit de wagen, opende het middenportier en hielp een charmante, jeugdige vrouw uit een auto. Ik keek haar met verbazing aan. Dus dit was de vrouw die men even later aan mij zou voorstellen voor wat relaties, gezelschap, communicatie, etc. Ik was nog jong en onwendig, nauwelijks 21 jaar. Ik zat er wat haterig bij. En even later stelde zij zich voor, helaas, ik ben haar naam vergeten. Maar wat mij opviel, dat ze sprekend op Janet McDonough leek. Een beroemde American star uit de 30er jaren voor de oorlog. En ook nog van na de oorlog. En inderdaad, na de oorlog heb ik haar nog eens teruggezien in een film met Nelson Eddy.
een beroemde Amerikaanse ster van Zweedse afkomst, een zanger. En de film had als titel Rosemarie. En wat leek deze Belgische baronesse twee druppels water op Janet McDonald. Afijn, even later, na een koffie genuttigd te hebben, stegen we allen in een prachtige auto, de Hispano Suiza, de Rolls Royce van Spaanse en Zwitserse autofabrikanten. Zo reden we rond de periferie van Brussel, deden een talloze terrassen aan, dineerden daar, dronken van alles, limonade, bier, brouwsen, etc. Het contact tussen mij en de beeldschone baronesse stokte in de eerste instantie, omdat ik geen Frans sprak. Ik beheerste geen enkel woord van de Franse taal, dan alleen maar merci beaucoup of bonjour. En het draaide het ook uit op een bonjour. Na enkele uren zo rond Brussel gedwaald te hebben, eigenlijk te vergeefs, want de communicatie stokte gewoon om het feit dat ik het Frans niet beheerste. En even later stond de prachtige wagen weer voor de partie, Chalon de Chapeau. We stegen uit, dronken een kop koffie en daarna ging ieder zijns weegs. En hiermee sluit eigenlijk deze affaire af. Ja, niet helemaal. Ik was na enkele maanden weer in Holland. En ik woonde ergens in de buurt van Zuiderbark. Of dat toen niet waar ik woonde. Maar op een gegeven moment kreeg ik een beetje heimwee naar mijn Belgische avonturen. Ik besloot dus op een dag weer naar België te gaan. De salon op te zoeken. En misschien ook de barones. Enfin, ik kwam vrij laat in Brussel aan. Ik had een beetje verkeerd gepland. Het was al 10:30, 11:00. En hoe ik ook zocht, ik vond de salon, de chapeau, niet meer terug, het hoedenwinkeltje. Ik was wat teleurgesteld. Het was allangs middernacht geworden. En ik belde overal waar ik maar een hoedenwinkel zag. Of zij die mensen, waar ik dacht dat ze de naam René hadden, als achternaam van de hoedenwinkel, maar ik weet het niet zeker. Maar nee, als ik dan belde, ik stak er een slaperig hoofd aan een window, aan een raam. En ik zei, bent u mevrouw René? Zei ze, nee. Maar wilt u mij met rust laten, want ik lig al in bed. Wat wilt u eigenlijk? Hè? En ik kwam in een vrij moeilijke perikelen terecht, dat ik heel Brussel doorliep op zoek naar die madame René. Maar al die hoedenwinkeltjes dames zeiden allemaal, nee, ik ben niet madame René. Enfin, stok vroeg in de ochtend, belandde ik weer op het Quai du Nord en wandelde het grote hotel van het gelijke naam, ook Hotel du Nord, binnen. Maar de Chiron verklaarde mij dat alle kamers bezet waren. Maar, zegt hij, we hebben nog één kamertje op zolder. En als u daar genoegen mee neemt voor 20 gulden per nacht, ik zeg met alle liefde, en even later, al die trappen op, de lift was nog niet in gebruik, was kort na de oorlog, en die lange gang uit, en hij ontsloot de deur van een wat wonderlijke chambre, wonderlijke kamer. Toen hij de deur opliet, schrok ik. De hele kamer was één groot behang van spinrag. Honderden spinnen liepen op en neer, keken mij verbaasd aan. Gezet toch en een vlieg, zei er een in rap flaps. Even later lag ik op dat bed. En er lag 20 centimeter stof op. Ja, zegt de man, die Jean, deze kamer is al 20 jaar niet open geweest. Maar als je daar genoeg aan me neemt, dan oké. Enfin, ik ben om 7:00 ochtends toch maar weggegaan. Want ik begon te niezen en te hoesten van die gigantische stofmassen. En ik was helemaal zelf als een cocon, helemaal met spinrag omwikkeld. En ik ging zo de trappen af en zo het Quai du Nord op. De mensen schrokken. Kijk wat daar loopt, dat is een spook. Ze waren allemaal bang. En er was er één bij die dacht dat ik een tekening, een drawing was, een tekening van Henry Moore. In the time of the underground of the bombs of the German. Het was very exciting, mooie tekeningen gemaakt. Hè? Enfin, iedereen keek ontzettend wat daar zich op straat bewoog. En zo ging ik ook de trein weer in. Helemaal onder spinrag bedekt. De mensen keken, die gingen gauw in een andere coupé zitten. En na enkele uren was ik weer in Nederland, in Holland, terug. En namelijk diep teleurgesteld dat ik de baronesse niet had kunnen vinden. En ook laat staan het hoedenwinkeltje.
in het kort even zo een Belgische avontuur. Na mijn bevrijding uit Duitsland door de Amerikanen. Ja. Alhambra. Als ik de handen bedekken zou met koude, mijn adem met het kleed van rouw, als ik terugkeer naar de bittere korven, waarin ook zoveel van het zoet, de antiloop in mijn herinnering, het edelschichten van de pijl, dan als de momer over is, het verhaal van de cipressen, het kind beroeren in zijn slaap, de gewone woorden een warm kleed, zoveel bedekken, zodat ik het weer scheuren moet. De Alhambra, huis van mijn vaderen, waar is uw warm oog en de koelte der fontein? Daar is een oude gedichtje. Vliedend water. Ik zie je, Libel, dwalend in mijn verstening. Het gaat echt regenen, het moet echt opvliegen hoor. Het afscheid valt mij zwaar. En ook het licht, want de tafel is weggenomen. Bindend, ontbindend duister, nieuw lichaam van geboorte. Ik vind mij niet meer in mijn kamer dan als het stof op de schoorsteen. Ja. Zoals de mare ontmantelt, zo is de werkelijkheid van je vergaan. Manshoog klimt mijn verlangen. Moeder van de koude aarde, bescherm mij tegen dit uitzinnig heengaan. De dorpel kraakt nog onder je voeten. Scheiden van het geliefde, de schaduw de laatste, ik kruis haar pad.